De Ayurveda-dag is dit jaar voor de derde keer in ons land gevierd. Swasthya, Ayurvedic Health Consultancy, heeft in samenwerking met de ambassade van India en een coördinatieteam voor de ontwikkeling van de traditionele medische systemenindustrie in Suriname op zondag 2 december jongstleden een Ayurveda-dag georganiseerd. Ayurveda wordt over het algemeen gedefinieerd als, we zeggen in Engels, the science of life door Ayush of Ayush. Leven en de weet komt van kennis, maar je zou het kunnen in een brede zin als wetenschap kunnen beschouwen en vertalen. Dit betekent dat de gezondheid in evenwicht is wanneer alle drie doshas, dat is de dosh, sommigen zeggen doshas, oftewel de bio-energieën en agni, vuur, oftewel de metabolische processen in evenwicht zijn en alle uitscheidingen in goede orde zijn. Wanneer de atmen, oftewel de ziel, zintuigen, mannen, oftewel het intellect, in harmonie zijn met interne vrede, wordt swasthya, oftewel optimale gezondheid, bereikt. Laten we het volgens Ayurveda bereiken van optimale gezondheid vergelijken met de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die zegt: gezondheid is een volledige staat van fysieke, mentale en sociale welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of beperking. Een van de eerste stappen die Suriname samen met India aan het voorbereiden is, is de instelling van een bijzondere leerstoel Ayurveda aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Dit omdat wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op basis de basis zijn van elke duurzame ontwikkeling. Het waarborgen van die milieuvriendelijk verzamelen, telen, verwerken, verpakken, distribueren en verkopen van de in Suriname uit medicinale planten vervaardigde medicinale producten, de vanuit het ministerie van Gezondheid handhaving van kwaliteitscontrole op al de vervaardigde Ayurveda traditionele en homeopathische producten vereist constante wetenschappelijk onderzoek en begeleiding om de duurzaamheid van de in Suriname groeiende en beschikbare medicinale planten te waarborgen. Ook zal de huidige wetgeving aangepast en verruimd moeten worden, willen wij de nieuw te creëren industrie in Suriname tot wasdom brengen, waarbij tegelijkertijd ook alles aangaande intellectueel eigendom keurig geregeld wordt. Om de geloofwaardigheid van de kennis en de vaardigheden van traditionele medische systemen en de deskundigen eromheen te garanderen, is een regeling voor vrijwillige certificering van deze deskundigen noodzakelijk. Het ministerie van Volksgezondheid is bijzonder ingenomen met de samenwerking tussen de Republiek India en de Republiek Suriname, vooral op het gebied van de natuurgeneeskunde Ayurveda. Iedereen is bijzonder ingenomen met de aanwezigheid van Dr. Raghu, Joint Advisor Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. The Ministry of Health warmly welcomes Dr. Raghu and thank you for your kind willingness to give a series of lectures on important topics concerning Ayurveda today and the coming days ahead. We also express our appreciation for the cooperation of the Embassy of India in Suriname and the Government of India in making it all possible. Thank you. Dames en heren, dat natuurgeneeskunde draait om het op een natuurlijke manier aanpakken van klachten, spreekt voor zich. Hoe werkt het precies? Veel mensen komen niet verder dan dat natuurgeneeskunde iets te maken heeft met kruiden. In werkelijkheid is het veel meer dan dat. Natuurgeneeskundige behandelingen zijn holistisch.
Dat betekent dat ze zich niet alleen op het zieke orgaan richten, maar ook op de totale samenhang van lichaam en geest. Ayurveda Day to all of you. I also take this opportunity to thank the government of the Republic of Suriname for organizing this event consecutively for the third year. Ladies and gentlemen, as you just heard the Honorable Vice President, thousands of years before modern medicine provided scientific evidence for the mind-body connection, the sages of India developed Ayurveda, which continues to be one of the world's most sophisticated and powerful mind-body healing systems. Among the four Vedas, considered the earliest literary record of Indo-Aryan civilization, containing ocean of knowledge encompassing all aspects of life, Ayurveda is said to be the offshoot of Atharveda. It is made up of two words, Ayu, which is a Sanskrit word, meaning life or lifespan, and Veda, that is knowledge or science. So Ayurveda is a holistic science or knowledge of health or life.